Dit is Flevoland van zondag 8 april. Een kleine 1000 motoren reden vandaag tijdens de Dutch Rideout 2018 vanuit heel Nederland naar Lelystad. Ze verzamelden zich uiteindelijk bij tankstations aan weerszijden van de A6. Er was veel politie op de been om alles in goede banen te leiden. Volgens een van de aanwezige agenten hielden de meeste motorrijders zich netjes aan de regels. Bij het verlaten van Flevoland zorgden de motorrijders hier en daar nog wel voor wat oponthoud, maar tot grote problemen heeft dit niet geleid. De Flevolandse bodem ligt bezaaid met historie. Niet alleen op het land, maar ook onder water. Liefhebbers van verleden konden dit weekende een kijkje nemen bij een gezonken botter bij Urk. Ze doken naar de bodem zonder een nat pak te halen. Linksboven ziet u een zwart vierkantje. Urk staat erbij. Ziet u al iets? Ja, ik zie een slaapkamer. Een slaapkamer, perfect. Nou, dan zitten we al in het goede huis. Pal boven de lichtplaats van de UK-155 kregen ze een VR-bril op. Via virtual reality zagen ze een driedimensionale film. Die nam ze mee naar beneden, naar het wrak. Daar gaat hij, hè? Ja, ik zie. Dat wrak werd ontdekt bij werk aan de nieuwe servicehaven. De provincie organiseerde daarop een erfgoed pop-up, zodat bezoekers het met eigen ogen konden bekijken. De mensen worden een beetje meegenomen in het verhaal waarom dat wrak daar mogelijk ligt. We weten het niet 100% zeker. Maar de mensen zien eerst het schip, ongeveer 100 jaar geleden, met de omgeving van Urk, waar het dus gezonken is. En daarna worden ze meegenomen naar beneden en zien daar in de bodem liggen het wrak van de UK-155, geloof ik. Ja. Virtual reality en 3D kun je niet tonen via de gewone tv. Dus moeten de bezoekers maar vertellen wat ze zagen. Dus je ziet de vorm van het schip. Je draait helemaal omheen. Het leuke is dat je ook nog helemaal rond kan kijken. Als je naar boven kijkt, dan zie je dus het wateroppervlak met een boot die daarop drijft. Ja, heel leuk. Ik vond het wel spannend. Ja, je kan je nog beter inleven in hoe het is dan wanneer het met woorden verteld wordt. Ik miste de vissen. De vissen, ja. De tocht op het water was eenmalig, de 3D-film niet. De provincie weet nog niet waar en hoe die verder te zien zal zijn. Dit weekend was in Noordoostpolder een tweedaags fotografiefestival. Daarbij werden masterclasses en workshops gegeven. Het festival werd voor de tweede keer gehouden. De fotografie is heel erg populair geworden. En hoe leuk is het dan om al die mensen die allemaal zo gek zijn en zo geïnfecteerd zijn met het virus, om die bij elkaar te halen en om die met fotografie bezig te laten zijn. En dat is eigenlijk de reden dat we Fotofest hebben bedacht. Er werd onder meer een workshop landschapsfotografie gegeven. Dat gebeurde bij Nettel. Hoe wil het met jou? Het was alleen niet de perfecte dag voor dit soort foto's. De moeilijkheid is eigenlijk het feit dat de natuur gewoon niet zo heel ver is op dit moment. We hebben eigenlijk hele mooie macro-onderwerpen en allerlei prachtige bloeiende bloemen. En de moeilijkheid is om daarvan af te blijven, want we juist met landschappen aan de gang gaan. En het licht is vandaag heel vlak. En dan zie je dat de natuur heeft nog weinig groentinten, dat het heel lastig is om dan uiteindelijk mooie dieptewerking of lichtval werkt eigenlijk al niet. Dus je moet heel erg met lijnen bezig gaan en met allerlei verschillende elementen. Nou, ik vind het nu vanmiddag vind ik het heel lastig. Gelukkig is het licht niet heel fel, maar het is gewoon eventjes uitproberen en gewoon maar mee aan de slag gaan. En dan daar leer je het meeste van. Een van de deelnemers is Theresa Kombrink. Zij is nog maar net begonnen met fotografie. Ik wil eigenlijk gewoon meer techniek kennis hebben. Van hoe maak je nou een goede landschapsfoto? En ook vanmorgen hebben we ook de workshop gedaan. En dat was gewoon super mooi. Ook heel mooi licht en welke schemeringen je dan hebt. Dus ja, hij kan het super mooi vertellen. Ja. Dus het een mooie dag. Wat ik zo niet echt heb meegegeven, maar dat ga ik wel doen, is eigenlijk vooral het genieten. Weet je? Je kunt aan een foto zien of iemand geniet of iemand plezier heeft. Dus je kunt nog zoveel tips geven, je kunt nog zoveel allerlei handreikingen doen. Op het moment dat iemand plezier heeft en echt een mooi beeld ziet, nou, dan komt het ook in die foto eruit. Volgend jaar hoopt organisator Pim van der Made het festival internationaal te maken. Met nog meer mogelijkheden op het gebied van fotografie. Ook wil hij het festival dan een week lang laten duren. Café Sport in Lelystad organiseerde zaterdag een darttoernooi om geld in te zamelen voor Kika. Onder de deelnemende koppels voor het goede doel een bekend gezicht, namelijk Koos Tompé.
Nou, buiten de thuishaven is waar ik normaal ook competitie speel, heb ik altijd al iets gehad met Kika Das, weet je. Goed doel. Ik heb mijn vader en de zuster verloren aan kanker. Dat heeft niks te maken met kinderkanker natuurlijk, maar toch, gerelateerd aan, vond ik wel belangrijk om hier te zijn. Ja, is het ook voor jou nog een sportieve uitdaging met puur inderdaad dat je denkt, ja, ik wil gewoon hier aan meewerken? Nee, ik ben gewoon hier echt voor mijn plezier, voor mijn lol en om centen te storten. En voor de rest, joh, winnen of verliezen, dat maakt me echt helemaal niets uit. Belangrijker dan winnen was dus geld in te zamelen voor het goede doel. We hebben heel veel sponsoren opgezocht. We hebben op dit moment, ik denk, een stuk of 40 sponsoren. Die willen we natuurlijk hartelijk bedanken, want ja, die maken dit mogelijk. We hebben een loterij, we verkopen drank en dan geven we een kwartje aan Kika. We verkopen frietjes en frikandel waar we een kwartje aan Kika geven. Dus ja, we willen gewoon een hoop geld bij elkaar, samen met de duivenvereniging. En zo willen we Kika toch een steuntje geven. Ja, we zagen net de duivenverenigingen al een cheque overhandigen. Het is een bijzondere samenwerking, hè? Ja, dit is heel apart gegaan. We hebben hier een jonge gooier die zit bij de duivenvereniging. En die zei van, John, we willen eigenlijk een samenwerking doen. Nou, zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen. Afgelopen donderdag hebben we hun de duifjes verkocht. Nou, er is €2000 mee opgehaald. Ik heb gezegd, wij gaan dat zeker verdubbelen. Dus ja, daar gaan we nu mee aan de slag. Het is een bijzondere combinatie, hè? Een duivenvereniging en een dartclub. Ja, dat mag je wel zeggen. Nou ja, er zitten alle twee veertjes aan. Laat ik daar maar even mee beginnen natuurlijk. En het gaat alle twee snel. Althans, dat hoop je. En het gaat alle twee doelgericht. Oftewel, laten we zeggen, dat doel wat je hebt uitgekozen, dat hoop je ook te raken. En in ene geval gaat dat met twee vleugeltjes. En in andere geval gaat het met een puntje in het doel. Maar er zijn ook combinaties. Hè. Er zijn duivenliefhebbers die hier darten. En andersom. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Na de belangrijke 3-2 overwinning afgelopen donderdag tegen Fordaan staan de dames van de Omis Hockeyclub tweede in de Overangsklasse. Vanmiddag wachtte de uitwedstrijd in Leidschendam tegen Cartouche, de nummer 9 van de Overangsklasse. Maar het begin is voor de dames van Cartouche. Hier een grote kans voor Tess Niesen. Maar zij kan de bal niet afmaken. Omeerse heeft het dus lastig in de beginfase, speelt niet het beste hockey. Dan hier de fout van Joelle Angel. En dan kan Carlijn Gerritsen van profiteren, maar die wacht te lang. Vervolgens kan ook Solange Mulder de bal niet afmaken. En zo zwijnt Almere in de beginfase. Dan, klein half uur gespeeld, de strafcorner. Saskia Otte heeft de bal, maar die is niet zelfzuchtig. Want uiteindelijk is het Kiki Lagewij met de tip in die de 1-0 maakt. Knappe goal van Cartouche. De strafcorner, mooie variant, de tip in van Lagewij. En dan zijn de dames van de Omis Hockeyclub verslagen 1-0. Toch krijgen de dames van de Omis Hockeyclub toch nog een kans. Verga moet het hier afmaken. Verga met de 1-1, maar zij schiet de bal over. En dan is de ruststand 1-0 voor Cartouche. In de tweede helft is het wel de Almeerse dames wat op de deur klopt. En het krijgt hier ook een strafcorner. Shoot bij de dames van Cartouche. En dus krijgen de dames... De ploeg van Niedermeijer de kans op de 1-1 en die gaat er ook komen. Sofia Verga, prachtige goal. En ook wat een mooie variant van die strafcorner. Daar is Maatje Holtslag niet zelfzuchtig. Het paasje aan Verga en Verga slalom dan naar binnen. En maakt het dan keurig af. 1-1 en je zou nu zeggen erop en erover, maar dat gebeurt niet. Een paar minuten later Cartouche weer in de aanval. En Cartouche krijgt een strafcorner. Shoot bij Sylvana van Kerkhof. Het is weer een buitenkantje voor de dames uit Leidschendam. Strafcorner en dan is het uiteindelijk Tess Niesen. En die maakt er 2-1 van. Cartouche dan weer op voorsprong. Almere moet dan komen. Die komen ook. Maar het vele balbezit van de Almeerse kan niet uitgedrukt worden in goals. Verga krijgt nog wel de kans op de 2-2. En zij maakt het net niet af. Almere verliest met 2-1. Een dure nederlaag voor de ploeg van trainer Diede Meijer. Nee, het was niet echt een hele goede wedstrijd van onze kant vandaag. Dat soort wedstrijden zitten er ook tussen. Je speelt 22 wedstrijden in een seizoen. En dan zitten er af en toe wedstrijden bij waarbij we niet het niveau halen wat we moeten halen. Nou, dat is vandaag het geval. Hoe kwam dat? Ja, als dat ergens tastbaar was, dan had ik elke 4 jaar op de Olympische Spelen gestaan als coach. Dus daar kan ik je niet mee helpen, sorry. Diede Meijer, de coach dus van de Omis Hockeyclub en niet van de Olympische ploeg, staat op de 4e plek, gezakt 2 plaatsen. Kijken we ook even naar de uitslagen bij de hoofdklasse bij de mannen. De Almeerse had bijna voor een stunt gezorgd tegen Rotterdam, maar verliest in de slotfase toch alsnog met 5-4. In de stand zien we dat de Almeerse 11e staan. Tilburg begint afstand te nemen, want won van HDM. De Almeerse 10 punten uit 18 wedstrijden.
Een opvallend gezicht vanochtend tijdens de laatste training van Almere City FC voor het uitduel bij de Graafschap. Trainer Jack de Gier nam deel aan de rondo omdat Arsenio Valpoort behandeld moest worden aan een wond op zijn knie. Morgen spierpijn? Ja, dit was nog onder controle en als Arsenio die partij niet mee had kunnen doen, dan hadden we echt gaan vlammen. Maar dit is het ding dat de schade beperkt blijft. Hij schiet af en toe wel eens een balletje mee en zie je wel dat hij nogal gevoel ervoor heeft. Maar hij staat niet bij mij in de rondo, dus misschien wel goed ook. Wat anders? Ja, dat weet ik niet. Kan beide kanten op gaan. Het dolle past bij de goede sfeer in Almere na de overwinningen op RKC en Jong FC Utrecht. Door die beide zegen staat Almere City nu 11e en heeft het weer uitzicht op deelname aan de play-offs. Ja, zeker. Dat hadden we ook wel eventjes nodig. En ik denk dat het zeker tegen RKC een hele goede overwinning was. Utrecht was wat even moeizamer, maar uiteindelijk trekken we hem gewoon over de streep. Ja, terugkijken. Je moet die wedstrijden winnen. We hebben die wedstrijden gespeeld om te winnen. En dat hebben we ook bij RKC gedaan. Ja, dat doe je eigenlijk elke wedstrijd. Dus wat dat betreft moet je het niet moeilijker maken als het is. De manier waarop is nu ook niet zo belangrijk. En natuurlijk wil je het met goed voetbal doen. Maar ja, we zitten in een fase van de competitie waarin de punten tellen. En dat is het allerbelangrijkste. Bij de Almeerders is Gaston Salasiwa terug van een schorsing. Verder beschikt trainer Jack de Gier over dezelfde spelers als afgelopen vrijdag. Tegenstander de Graafschap is een bijzondere opponent. Want met Lars en Sven Nieuwpoort, Fabian Serarens, Agil Etemadi en Tim Reserveur staan er de nodige Oud-Almeerders onder contract. Nee, het is een goede ploeg. Ik ken ook heel veel jongens er nog van die er nu in de selectie zitten. We hebben ook in de voorbereiding tegen ze gespeeld. Dus we weten wel een beetje wat we kunnen verwachten. Is dat nou nog speciaal? Heb je dan nog veel contact met die jongens? Nee, zo nu en dan. En, misschien een beetje rondom de wedstrijd wat meer, maar niet heel overdreven. Nee. Het duel in Doetinchem begint maandagavond om 8 uur.